Goedenavond, heel hartelijk welkom bij deze kerkenavond met het thema Samen leren omgaan met psychische problemen. Vanavond hebben we voor het eerst in de geschiedenis een kerkenavond via livestream. Heel graag hadden we jullie hier ontmoet bij De Hoop, maar dat kan helaas niet. Maar het voordeel is wel dat we nu met ontzettend veel mensen verbonden kunnen zijn. En ik vind het heel fijn dat jullie vanavond meekijken. Heel hartelijk welkom. We zijn hier op Dorp De Hoop in Dordrecht, de plek waar heel veel mensen geholpen worden. En hier buiten kun je het wel zien, allerlei gebouwen waar mensen ook wonen. En naast mij aan tafel, eerst zal ik mezelf voorstellen. Mijn naam is Marijke Koers en ik werk al een aantal jaren bij De Hoop. En ik vind het ontzettend mooi werk om te doen. Ik vind het gaaf om te zien hoe mensen echt kunnen veranderen. En kunnen opbloeien. En mijn functie hier bij De Hoop is, ik ben fondsenwerver. En ik mag ook spreken in kerken. En bij mij aan tafel zitten Carla Aantjes en Arjen Katsburg. Nou, willen jullie ook even kort voorstellen? Ik zou beginnen bij jou, Carla. Ja, dat wil ik. Mijn naam is Carla Aantjes. Ik werk als verpleegkundig specialist bij De Hoop. Ik behandel voornamelijk mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen. Mm-hmm. Ook met verslavingsproblematiek en ook met de combinatie ervan. En het is heel mooi om dat te doen binnen een setting als De Hoop. Omdat dat ook een christelijke insteek heeft. De identiteit van De Hoop maakt ook dat je de behandeling anders in kan steken. Dat je het geloof mee kan nemen als onderdeel van je werk. En dat geeft meerwaarde. Dus dat vind ik erg fijn. En dat doe ik voor een groot gedeelte samen met mijn collega Arjen. En die zit hier ook. Ja. Ik ben Arjen Katsburg. Mm-hmm. En mijn achtergrond is ook verpleegkundige. Sociaal-psychiatrische verpleegkundige. En op dit moment in opleiding tot verpleegkundige specialist. Al ruim wat jaren betrokken bij De Hoop. Ook bij andere GGZ-instellingen. En mijn achtergrond is ook wel dat ik af en toe teamleider ben. Of manager binnen de zorg. En toch altijd, De Hoop heeft mijn hart wel gewonnen. Vooral vanwege de identiteit en hetgeen stukje zingeving wat hier ook de vorm mag krijgen via christelijk geloof. Zelf ook ervaringsdeskundige, dus eigenlijk ook mijn ervaring vanuit de psychiatrie ook wel opgedaan. En dat maakt het voor mij altijd wel bijzonder om als professional te mogen werken en tegelijkertijd ook iets van je ervaring te mogen meenemen. En eigenlijk wel te mogen uitdelen ook. Ja, nou, dank jullie wel. We gaan vanavond nog veel meer van jullie horen. Voordat we de avond echt starten, willen we graag eerst beginnen met een bijbelgedeelte. Vanavond gaan we met elkaar nadenken over samen leren omgaan met psychische problemen. En psychische problemen is eigenlijk iets van alle tijden. En de Heer Jezus zelf heeft daar ook dingen over gezegd. En daar willen we met elkaar naar gaan kijken. Ik wil graag met jullie een gedeelte lezen uit Matteüs, hoofdstuk 11. En dan te beginnen vanaf vers 28. En daar staat: kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u. En leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Nou, ik vond dit wel een heel toepasselijk bijbelgedeelte voor deze avond. Omdat de Heer Jezus ons zelf uitnodigt als onze last zwaar is. Dat we dan naar hem toe mogen komen. En dat gunnen we andere mensen ook. Mensen die zijn vastgelopen in het leven of psychische problemen hebben. En wij mogen hen dan wijzen op de Heer Jezus. En Arjen, jij vertelde van de week dat deze tekst voor jou ook een bijzondere betekenis heeft. Vertel. Ja, ik denk als ik voor mezelf terugkijk in die periode. Als je het hebt over psychische problemen, dan is er vaak ook een stuk onrust in je leven. En dan heb je ook een stuk behoefte aan rust, aan vrede. Ik denk dat we dat allemaal wel herkennen. En zeker daar waar je in de knoop zit of met jezelf aan het vechten zit. Of als ze soms wel zeggen, als je een stoornis hebt. Mm-hmm. En dan zijn dit hele rake en pakkende woorden. Ik kan me nog wel herinneren, als christen opgevoed is bekend met zo'n tekst. Maar op het moment dat je in de problemen zit, dan gaat het wel leven. En ik kan wel zeggen dat God daarin tot mijn hart is gaan spreken.
wat die rust inhield. En mij dat eigenlijk in die periode ook behoorlijk overeind gehouden heeft. En een geloof was van, nou, bij Jezus is rust te vinden. En dat is al een hele zoektocht. Wat houdt dat nou in? Maar de behoefte was er zeer zeker. En ik merk het nog zeker bij de mensen die ik tegenkom. Waar je vaak toch veel, veel onrust ziet. Ja. Gedachten, worstelingen. Dat daar waar je dit soort uitspraken doet, dat er rust is. Dat Heer Jezus dat ook aanbiedt. Dat dat iets is wat ook aan behoefte voldoet, waar men behoefte aan heeft. En dan is het mooi om daar een gesprek over te mogen voeren. Zeker, zeker. Nou, mooi dat zo'n Bijbeltekst zo'n betekenis voor jou heeft. Ja, ja. Ik wil graag deze avond ook samen met jullie in gebed opdragen met de Heere God. Laten we met elkaar bidden. Heere God, trouwe Vader in de hemel, dank u wel voor deze avond. Een themaavond waarin we met elkaar na kunnen denken, ja, hoe we samen kunnen leren omgaan met psychische problemen. Heer, we willen u danken dat dit mogelijk is, dat de techniek het mogelijk maakt om de avond toch door te laten gaan, ook al is het op een andere manier. Heer, en dank u wel dat er zoveel mensen op dit moment met ons verbonden zijn, dat zoveel mensen meekijken. En we willen u bidden voor een ieder die nu thuis meekijkt, dat het echt een goede avond mag zijn, waarin we echt praktische handvatten kunnen krijgen, die we ook weer in de praktijk kunnen gebruiken. Zo willen we deze avond aan u opdragen en bidden om uw zegen. Dat vragen we in Jezus' naam. Amen. Nou, dan wil ik graag met jullie gaan kijken wat we deze avond gaan doen. Even het programma met jullie doornemen. Na deze opening willen we eerst kort wat vertellen over wat de hoop nu is. Voor degenen die de hoop misschien ook nog niet zo goed kennen. En ik wil ook kort met jullie ingaan op wat Vrienden van de Hoop mag betekenen. En daarna zal Carla met ons een inleiding houden over het thema. En wat we ook graag willen is ingaan op jullie vragen. Dus mocht je vragen hebben, van tevoren hebben we gelukkig al heel veel vragen ontvangen. Maar mocht je deze avond nog vragen hebben, dan kun je die stellen in de chat. Of je mag ook een mailtje sturen. En dan gaan we in op jullie persoonlijke vragen. Dus dat is het wat we gaan doen vanavond. En dan hopen we om rond een uur of 9:30 uiterlijk echt wel klaar te zijn. Dan gaan we als eerste naar de hoop. Wat is en wat doet de hoop eigenlijk? Nou, de hoop is opgericht in 1975. Dit jaar vieren we dat we maar liefst 45 jaar bestaan. En dat is wel heel erg mooi, want de kerk is echt ontstaan als initiatief van kerken. Dus er waren een aantal kerken in Dordrecht, mensen uit verschillende kerken die bij elkaar kwamen. En die met elkaar zeiden, we moeten wat doen aan de problematiek die er is. Er waren toen best wel veel mensen die verslaafd waren. Met name drugsproblematiek had je enorm in Dordrecht. En er waren mensen uit verschillende kerken die zeiden, daar moeten we met elkaar wat aan doen. En zo is de hoop opgericht. En vanavond zijn we ook met kerken bij elkaar. Dus kerken zijn al vanaf het begin, het ontstaan van de hoop, heel erg belangrijk voor ons. En de hoop is eigenlijk een verlengstuk van kerken. En wat niet veranderd is al die jaren, is onze missie. Wat we graag willen is omzien naar de ander. En dat is echt onze Bijbels opdracht. Er is één Bijbeltekst die daarbij heel belangrijk voor ons is. En die staat in Spreuken, hoofdstuk 24. Daarin staat, red degene die ter dood gegrepen zijn. En die tekst staat, ook, ik kan er nu zo naar kijken, hierboven, heel groot in het beeld. En dus eigenlijk elke medewerker van de hoop kent die tekst. En die is gewoon heel belangrijk voor ons, want dat is wat we hier willen doen. Mensen redden en helpen. Nou, dat doen we op een professionele manier. We zijn echt een GGZ-instelling. En dus die identiteit, die verbinden we echt met professionaliteit. En we hebben verschillende soorten hulp, verschillende vormen van hulp. We bieden verslavingszorg en daarnaast ook psychiatrie. En dat doen we voor alle leeftijden. We helpen bijvoorbeeld jonge kinderen, tieners, jongeren, volwassenen. Eigenlijk voor elke leeftijd kan je bij de hoop terecht.
En de manier waarop we hulp bieden is ook verschillende vormen. Mensen kunnen bijvoorbeeld klinisch worden geholpen, dus dat ze echt opgenomen worden. Dat is, gebeurt hier ook op het terrein van de hoop. Maar daarnaast is het ook mogelijk om ambulante hulp te krijgen, dus in de vorm van gesprekken. We bieden ook begeleid en beschermd wonen aan, veelal voor mensen die al wat verder in hun behandeling zijn. En we hebben sinds een paar jaar zijn we gestart met Huizen van Hoop. Dat zijn een soort woon- en leefgemeenschappen voor mensen die het moeilijk vinden om echt op zichzelf te wonen. En heel veel mensen weten dat we in Dordrecht zitten. Maar wisten jullie dat we daarnaast nog op veel meer plekken gevestigd zijn? De Hoop heeft maar liefst 17 locaties in Nederland. Nou, dan wil ik nog met jullie kijken op de dia over onze herstelvisie. Dat is te zien in een hart. En Arjen, misschien kun jij er wel wat over zeggen van wat dat betekent. Dat lijkt wel een soort van puzzel. Ja, wat in de vorm van een hart. Wat natuurlijk iets uitdrukt van een soort passie en geven om de ander, omzien naar de ander. Mm-hmm. Maar zoals elke instelling hebben we het ook wij een visie- en missiedocument waar dit ook in verwoord is. En daar waar iemand komt met een hulpvraag en je met elkaar in gesprek bent, staat vaak een vraag niet op zichzelf. En wat eigenlijk dit hart uitbeeldt, is dat iemand bezig is met weer een stuk herstel in zijn leven te krijgen. Niet alleen ten opzichte van zichzelf, maar vaak ook ten opzichte van een ander. In de relatie met de ander weer tot herstel komen. Maar ook in de relatie tot de schepping. Kan je ook bewust dat woord ook wel genoemd. Je kan daar de maatschappij in zien, maar ook vele andere onderdelen. Eigenlijk de hele schepping weer opnieuw in relatie tot de schepping komen, in een juiste relatie. En zeker het onderdeel ook in relatie tot je schepper, God, weer tot herstel te komen. Vaak merk je als er problemen zijn, moeites in het leven zijn, dat er ook op in verschillende relaties dat doorwerkt. Vandaar dat we ook zeggen, hey, het is niet alleen maar hoe kom jij zelf weer uit je problemen, maar ook hoe herstel je weer in relatie tot de ander. Okay. En zo is dat verwoord in de vorm van een hart. En is er dan nog één aspect daarvan het belangrijkste? Of, nee, ik denk dat je dat gewoon in gesprek met de ander, dat je dat doorneemt. Dat je dat vanzelf al gaat zien of gaat ontdekken of kijken waar de aandacht voor nodig is. Ja, dus deze herstelvisie, gebruiken jullie die bij alle mensen die hulp krijgen bij de hoop? Dat jullie in principe wel. In principe ga je al die onderdelen wel langs. Ja. Nou, dankjewel voor de toelichting. Ja. Mooi. Nou, ik weet niet of jullie verder nog wat willen zeggen over wat we hier doen bij de hoop. Ik hou het heel kort, maar misschien zeggen jullie van nou, dit of dat moet je echt nog vertellen over de hoop. Dat is belangrijk. Dan noem het gerust, voel me gerust aan. Nou, het is wel van belang, denk ik, om te weten dat de hoop van jongs af aan altijd actief heeft samengewerkt met kerken. Maar ook vooral met het pastoraat. We hebben ook een eigen pastorale afdeling. Er wordt ook pastoraat geboden vanuit de hoop. En dat is ook wel een belangrijk onderdeel van ons werk. Wat we ook bij onze zorgvragers vragen, hun eigen netwerk, hun eigen kerken, hun eigen leefomgeving. Want als ze bij ons uit behandeling zijn, dan gaan ze weer terug naar de omgeving waarin ze functioneren. Maar als dat niet afdoende aanwezigheid is, hebben we het zelf ook in ons aanbod, pastoraal werk. En daar hebben we natuurlijk ook veel conferenties en themaavonden voor, ook voor onze cliënten. Ja. Dus misschien een goede aanvulling. Ja, zeker. En een aanbod, het lijkt soms zelfs alsof dat voor degene die gelovig is alleen maar is. Maar ik denk dat we heel veel cliënten hebben die in principe niet christelijk zijn opgevoed of bij de hoop komen omdat een christelijke identiteit hebt, maar gewoon komen omdat of in de buurt zijn of dat we een goede naam hebben qua zorg, dat men zegt, nou, wil je mij helpen? En ook dan neem je soms, wat je net ook zag, dat hart door waarin je zegt, hey, hoe kan jij weer in herstel komen op verschillende gebieden? Want het hoeft ook niet per se te zijn dat we het geloof verkondigen aan onze cliënten, maar veel meer vanuit een houding werken. Dat we mogen weten dat wij als instrument van God mogen meewerken aan het herstel van mensen. En dat is een houding van de personeelsleden, wat ook maakt dat gasten dat ook teruggeven. Dat heb ik gevoeld of dat heb ik ervaren. Maar het is niet in eerste instantie dat we met evangelie zeg maar brengen. We zijn ook gewoon bezig met gezondheid en herstel en behandeling. Dus het is niet een must om gelovig te zijn om bij ons in behandeling te komen. Iedereen is welkom. Uiteraard. Ongeacht identiteit. Ja. En voor medewerkers geldt het wel, hè? Iedereen is christen hier. Ja. Nou, nu hebben jullie een kort beeld van wat de hoop is en doet. En mochten jullie nog meer over willen weten, kunnen jullie natuurlijk ook altijd op onze website kijken. Op www.dehoop.org.
vind je echt heel veel informatie over wat de hoop doet en welke hulp we bieden. Dus neem daar gerust een kijkje. Nou, daarnaast hebben we Vrienden van de Hoop. Want heel veel zorg die de hoop biedt, wordt gewoon gesubsidieerd door de overheid. Dus dat wordt gewoon betaald uit de zorgverzekering. Maar daarnaast doet de hoop ook allerlei dingen. Carla, jij vertelde net al bijvoorbeeld van pastoraat. En zo zijn er nog meer dingen. Gewoon allerlei dingen die de hoop doet, waar we geen subsidie voor krijgen. En die zijn alleen mogelijk dankzij giften. En daarom is ook Vrienden van de Hoop opgericht, al heel wat jaren geleden. En dat vind ik wel heel erg mooi dat dat mogelijk is. Dat we aan de ene kant GGZ-zorg mogen bieden en daarnaast ook allerlei projecten kunnen doen. Ja, dankzij giften die we eigenlijk een stapje extra gaan. En het motto van Vrienden van de Hoop is samen geven om wie verlangt naar een nieuw leven. En we hebben allerlei projecten. En ik wil jullie graag daar gewoon een paar voorbeelden van geven en een paar plaatjes van laten zien. De eerste is, we hebben inloophuizen hier in Dordrecht, in het centrum, maar ook in Vlissingen, daar zit de opzorg, dat is een onderdeel van de hoop. En de inloophuizen die zijn echt bedoeld voor mensen aan de rand van de samenleving. Bijvoorbeeld mensen die dak- of thuisloos zijn. Mensen die eenzaam zijn, zij kunnen daar overdag terecht op doordeweekse dagen. Zijn we geopend. Ja, nu in de coronacrisistijd is het wel even iets anders, dat zal ik zo meer vertellen. Maar normaal gesproken is het elke werkdag open en krijgen we heel veel bezoekers. Soms wel 60 tot 80 bezoekers per dag. En het inloophuis wordt echt volledig uit giften betaald. En dat vind ik een heel mooi project, omdat we daarmee echt mensen kunnen helpen die anders een beetje tussen wal en schip vallen. Nou, wat doen we voor die mensen? Ze zijn altijd welkom voor een goed gesprek, voor koffie, thee, bijvoorbeeld een warme maaltijd. We helpen hen met de administratie. Ze kunnen naar de kapper, ze kunnen hun kleding laten wassen. Eigenlijk al die dingen die voor ons heel vanzelfsprekend zijn, die kunnen wij hen daar bieden. En je hoeft niet ingeschreven te staan en dat soort dingen. Nee, klopt. Bij het inloophuis, daarom heet het inloophuis. Ik vind het woord zelf eigenlijk al heel mooi. Iedereen mag gewoon naar binnen lopen en iedereen is daar welkom. En op dit moment, nu in de coronatijd, moeten we natuurlijk creatief omgaan. Maar gelukkig kan de hulp ook aan deze mensen door blijven gaan. Dus wat we nu bijvoorbeeld doen is maaltijden uitdelen. Dus mensen kunnen nu niet binnenkomen, maar zo kunnen we toch voor deze mensen klaar blijven staan. En dit wordt voornamelijk gerund door vrijwilligers. Er werken ontzettend veel vrijwilligers in het inloophuis. En die staan gewoon elke dag klaar voor deze mensen. En het is een heel mooi project. En dat is echt alleen mogelijk dankzij giften. Ja. Nou, een ander voorbeeld van wat Vrienden van de Hoop mede mogelijk maakt is pastorale zorg. Nou, jij vertelde het net al, Carla. Jullie zijn pastoraal medewerkers in jullie gemeente, jullie kerk. Maar hier bij de Hoop hebben we dus ook een pastoraal medewerker. Want er zijn bij de Hoop heel veel mensen in behandeling die vragen hebben. Vragen hebben over God, over identiteit, over hoe zit het nu met geloof, of hoe kan ik de Bijbel lezen. En met die vragen kunnen ze allemaal terecht bij onze pastoraal medewerker. En daarnaast organiseren we conferenties. We hebben lofprijsavonden en allerlei momenten waarin onze cliënten meer kunnen leren over God. En we willen heel graag meer vertellen over hem. En ook dat wordt volledig uit giften betaald. Nou, een derde voorbeeld is interne opleidingsschool. Dat is hier op het terrein van de Hoop. Kunnen een aantal cliënten een opleiding volgen. Dus zij zijn dan nog in behandeling, of een beetje, al wat verder in hun behandeling, en kunnen dan iets leren wat ze vervolgens weer in de praktijk kunnen gebruiken. En mensen die worden dan klaargestoomd om ervaringsdeskundige te worden. En dat vind ik wel heel erg mooi dat dat kan. Dat mensen die dus eerst het hele traject door zijn gegaan en zelf hulp hebben gehad, dat ze dan vervolgens dat kunnen gebruiken en zelf weer andere mensen kunnen helpen. Werken jullie bijvoorbeeld ook samen met ervaringsdeskundigen? Ja.
Dus ik zit denk ik een mooi principe in van het doorgeven wat je zelf ontvangen hebt. Ja. Voor mij ook altijd wel de teksten in de Bijbel geweest die me raakten. Van eigenlijk datgene wat God jou geeft weer doorgeven. En dat werken ze hier denk ik op een hele goede manier uit. Ja. Mensen voor te bereiden. Om dat ook op een goede manier te doen. Ja. Ja. En er is een stukje ervaringskennis of ervaringsdenken. Wat niet elke professional kan invoelen. Ja. De kracht van ervaringsdeskundigheid is ook het doorleefd hebben van een bepaald proces. Maakt dat herkenning en begrip verder rijkt dan sommige professionals kunnen. En dat is een aanvullend product wat je wil leveren aan cliënten. En dat wordt ook altijd erg gewaardeerd. Ja. Ja. Dus je bedoelt eigenlijk dat wat jij bijvoorbeeld geleerd hebt in je opleiding, dat kun je niet, als je iets niet hebt doorgemaakt, die ervaring niet hebt, kun je, dat is een andere manier van hulp die je dan biedt. Ja, je kan tot op zekere hoogte inleven of inkomen. Zeker omdat je het heel vaak hoort of terugkrijgt of mee in kan leven. Maar zelf doormaken gaat een tandje dieper. Ja, ja. En dat is zowel bij verslaving als psychiatrische problematiek wordt dat aangeprezen om ervaringsdeskundigheid in te zetten in ons vak. Ja, ja. Nou, ik vind het geweldig dat bij de hoop dus die mogelijkheid is van een ervaringsschool waarin diverse cliënten dus een opleiding kunnen volgen en ook echt een diploma krijgen en er vervolgens mee aan het werk kunnen gaan hier bij de hoop of ergens anders. Nou, en een laatste voorbeeld wat ik jullie wil geven is dat we ook werkervaringsplaatsen hebben. Dat zijn plekken, eigenlijk een soort stageplekken waar cliënten een goede dagbesteding kunnen hebben. Je ziet hier verschillende foto's. Van mensen die ervaring opdoen bij een bakkerij. Dat zit in Hendrik Ido Ambacht. Dat heet De Hoop Brood en Banket. Ze kunnen hier ervaring opdoen. Bijvoorbeeld in de drukkerij. Of grafisch vormgever. Of lassen. En zo zijn er nog heel veel verschillende voorbeelden. Van plekken waar mensen werkervaring op kunnen doen. En dat is heel erg belangrijk. Want het is goed om een zinvolle dagbesteding te hebben. En om ook als je straks klaar bent met je behandeling, dan is het ook goed om meer perspectief op een baan te kunnen hebben. Dus dat is mooi dat we dit kunnen bieden. Dus naast de zorg die we aan mensen geven, zijn er heel veel andere dingen ook mogelijk. Zoals die werkervaring en die opleiding. Allemaal voorbeelden van dingen die we kunnen doen, alleen dankzij giften. Nou, en dan kom ik bij de volgende dia. We willen jullie vragen of jullie daarin ook met ons zouden willen participeren. We hebben allerlei voorbeelden van wat jullie zouden kunnen doen voor de hoop. Als eerste gebed, die heb ik bewust bovenaan gezet, omdat gebed voor ons echt heel erg belangrijk is. Wij kunnen mensen hier heel goed hulp bieden en de beste zorg geven die ze nodig hebben. Maar er is maar één iemand die iemands hart echt kan veranderen. Ja, zo geloven we echt. Dus daarom is gebed zo belangrijk. Want alleen God is echt geneesheer en kan mensen veranderen. Wat ook mogelijk is dat jullie als kerk de hoop financieel ondersteunen. Bijvoorbeeld door te collecteren. Misschien doen jullie dat als gemeente al wel of misschien nog niet. Maar van harte aanbevolen om dat voor het eerst of opnieuw te doen. En nu zijn er natuurlijk heel veel kerkdiensten die niet door kunnen gaan of alleen online doorgaan. En daarom is het ook mogelijk om online te kunnen doneren voor de hoop. We hebben bijvoorbeeld mogelijkheid om via een QR-code kun je doneren. Wij zijn ook aangesloten bij de Gift-app. En zo kun je toch, als je dat wilt, de hoop financieel ondersteunen. Van harte aanbevolen. Nou, net vertelde ik al dat we ook Huizen van Hoop hebben. En we willen die op meerdere plekken starten. We hebben nu Huizen van Hoop in Dordrecht en ook in Gorinchem. En we zijn er een aan het starten bij de gemeente Zuidplas. Maar onze wens is dat we dat nog op veel meer plekken in Nederland kunnen doen. En daarin werken we ook heel graag samen met kerken. Bijvoorbeeld mensen uit kerken die kunnen maatje zijn voor degene die daar wonen. Dus ook dat willen we van harte bij jullie aanbevelen. Nou, wat ook mogelijk is, is dat jullie als gemeente actief voor de hoop in beweging komen. We hebben een paar voorbeelden. We organiseren al een aantal jaren Cycle for Hope. Dat is, hier hebben we een banner ervan.
Bij Cycle for Hope komen we echt actief in beweging voor mensen die zijn opgenomen bij de hoop. Dat kan je doen door te wielrennen of mountainbiken. En we hebben allerlei hele sportieve uitdagingen. En ja, het zou heel gaaf zijn als jullie of mensen uit jullie gemeente daaraan meedoen. In september hebben we onze eerstvolgende evenementen weer. Nou, voor de dames hebben we iets heel anders en dat heet Vrouwen Lopen voor Vrouwen. En dan kun je bijvoorbeeld kiezen of je, dat je gaat wandelen of gaat hardlopen voor de hoop. En met die tochten komen we echt letterlijk in beweging voor de vrouwen die bij de hoop worden geholpen. En ja, het zou heel erg leuk zijn als jullie als gemeente met een groep vrouwen, bijvoorbeeld van de vrouwenvereniging of vriendinnen of vrouwen uit de gebedsgroep, maakt niet uit, maar dat jullie ja, een groepje met elkaar verzamelen en zo echt letterlijk in beweging komen voor de mensen die wij helpen bij de hoop. Nou, misschien hebben jullie nog wel hele andere ideeën. Los van iets heel sportiefs kun je natuurlijk ook zelf je eigen actie bedenken. En daar hebben we ook een website voor die je daarin kan ondersteunen. En dat is kominactievoordehoop.nl. Daar kun je zelf een actie bedenken en zo als gemeente geld inzamelen voor de hoop. Nou, ik hoop dat het jullie inspireert en ja, dat we zo met elkaar ja, mooie dingen kunnen doen voor de hoop. Nou, dit was wel wat ik wilde vertellen over Vrienden van de Hoop. Ik denk dat het al tijd wordt om jou het woord te gaan geven, Carla. Want jij gaat ons vertellen over het thema samen leren omgaan met psychische problemen. En nou, als Carla zo het een en ander vertelt, dan hebben jullie ook de mogelijkheid om vragen te stellen. Maak daar ook vooral gebruik van. Je kunt een vraag stellen via de chat of door een mailtje te sturen. En dan ja, kijken we ernaar en dan kunnen we jullie vragen beantwoorden. Nou, dan geef ik nu jou het woord, Carla. Dat kan. Ik ga het samen met Arjen proberen een inleiding te geven over psychiatrische problemen, welke er bestaan, welke je tegenkomt in de kerk. En daar je ook tips in de omgang ermee. We hebben ook een agenda van onderwerpen samengesteld, welke we willen bespreken. Die zie ik hier voor me. En een aantal vragen zijn ook al binnengekomen. Die proberen we tussen de presentatie door te beantwoorden. Heb je het gevoel van het heeft geen antwoord gegeven op mijn vraag? Stuur een chat, want dan pakken we het met elkaar op. Als we kijken naar psychiatrische ziektebeelden. Nou, we hebben daar in de GGZ een heel dik boek voor. Dat heet de DSM. En daar staan heel veel diagnoses in. Nou, dat wordt ook elke keer herschreven. En als je die diagnose bekijkt, dan heeft 1 op de 3 mensen heeft te maken met psychiatrische stoornissen. Dus dat is enorm veel. 1 op de 3 mensen op de 3. Heeft... Als je een kerk met 600 mensen heeft, zo. Zou dus betekenen dat 200 mensen of ermee te maken hebben of zelf klachten hebben. Dat is enorm veel. Dat is heel erg veel. Het is ook niet lang niet aan iedereen te zien. Het is niet aan iedereen te merken. Het is ook niet lang niet altijd bekend. Maar het is best heel veel. Een stukje verderop zeggen we ook, jaarlijks krijgen 191.000 Nederlanders voor het eerst te maken met een psychische stoornis. Dat betekent dat mensen er ook meerdere malen mee te maken kunnen krijgen. Wat we ook door gaan nemen is wat kan de kerk en het pastoraat doen. Hebben we ook veel vragen over gekregen van wat is het onderscheid nou tussen psychiatrie en pastoraat. Waar overlapt het, waar werkt het samen en hoe kan je dat onderscheid maken? Het is niet helemaal te maken, maar we gaan daar ons best doen, proberen een antwoord op te formuleren. Verder is er ook aandacht gevraagd voor een stukje van wat kan ik nou signaleren? Wanneer moet ik nou doorgaan verwijzen? Wanneer is iets zorgelijk? Of heb ik een niet-pluisgevoel en moet ik aan de bel trekken of de hulpverlening inschakelen? Desnoods gedwongen, maar is de situatie zorgelijk en moet ik iets doen vanuit de kerk of vanuit het netwerk van de cliënt? Proberen we ook antwoord op te geven. Mm-hmm. En verder is er ook aandacht gevraagd in deze avond voor het stilstaan bij mantelzorgers. Rondom de cliënt zijn natuurlijk het netwerk. Dat bent u onder andere als kerk, als pastoraat. Maar ook de vrouw, partner, kinderen zijn betrokken. Vriendenkring, heel vaak het werk. Mensen die stilstaan voor, oh, iemand heeft een probleem of een terugkerend probleem, vraagt heel veel geduld. Maar die mensen hebben ook veel aandacht nodig om zelf ondersteund te worden. Die zijn namelijk beter in het zorgen voor zichzelf of voor de ander dan voor zichzelf. Dus het is heel belangrijk om ook daar stil bij te staan. Dus dat zijn de onderwerpen die we vanavond door willen nemen. Nou, klinkt interessant. Oké, zijn de vragen stels, hè? Nou, ik zei al, de hoeveelheid met psychiatrische problemen is best heel veel. Dat sta je niet altijd bij stil, merk je ook niet altijd. Het is ook best heel wat om te vertellen dat je een psychiatrisch probleem hebt. Het is de laatste jaren wel veranderd. Vroeger schaamden mensen zich enorm
als iets met hen aan de hand was. Dat is nog wel. Ja. Maar er is veel meer openheid gekomen over psychiatrische problemen. Vanuit Amerika is meer de tendens gekomen van het is soms ook zinvol om een psycholoog te bezoeken. Ja. Je mag kwetsbaar zijn. Hè? Dus er is een verandering gekomen in de kijk op psychiatrische problemen. Dus dat is van belang om te weten. En daarbij speelt ook gelijk de vraag van wat is dan afwijkend? Hè? Wanneer is iets een probleem? Er is een samengesteld wat afwijkend gedrag is en wat als ziekte bestempeld kan worden. Maar je kan je natuurlijk altijd afvragen wie bepaalt wat afwijkend is. Ja, hè? Dat is natuurlijk een heel kwetsbaar stuk. Mm-hmm. Dus daarin is het altijd de vraag wie is er nog normaal? Ja. Hè? En als je dan kijkt van het perspectief hoe God naar mensen kijkt, ja, voor God is niemand afwijkend. Hè? Dus stigma kan je ook vanuit die bril bekijken. Vaak gaat het dan ook over van of het je functioneren belemmert. Hè? Van de, ga je als graadmeter nemen? Ja. Van wanneer belemmert het mij in mijn functioneren of in het omgaan met anderen? Ja, want vooral, je bent vaak aan het behandelen als er lijdenslast is. Ja. Als mensen problemen ervaren met de klachten die ze hebben. Ja. Als ze daar zelf geen last van hebben of de omgeving heeft er geen last van, ja, dan ga je ook geen hulp zoeken. Dan is die nood daar ook niet voor. Ik denk ook wel soms als kerk, zeker daar waar je een kerk bent met een cultuur waar je veel met elkaar optrekt, kan het ook zijn dat het gewoon eerder zichtbaar wordt. Omdat je meer met elkaar optrekt, misschien wel eens een veilig klimaat is om wat meer te delen, zodat mensen ook wel wat bereid zijn om wat meer aan te geven. Hey, ik loop eigenlijk best wel vast, ik deel dat niet met veel mensen, ja, maar ik heb hier wel last van. Je kan. Het is soms ook wel een gevaar dat je als je een gemeenschap bent of als groep gaat organiseren, dat je bepaalde normen en gedragsnormen, ja, vastlegt met elkaar. Dus dat mensen zich ook sneller geïsoleerd voelen, omdat ze niet, ja, aan die norm voldoen. Ja, ja, en wie bepaalt die norm? Hè? Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. En daar zijn ook vragen over gekomen. Van, joh, hoe kan ik nou duidelijk maken aan de mensen om me heen in de gemeente dat er iets met mij is? Hè? Want er wordt ook wel soms geleefd vanuit een bepaald beeld wat je hebt van mensen. Van zo gaan wij met elkaar om hier. Hè? En als iemand dat anders doet, dan is er dus iets met die persoon. Dat is de vraag. Misschien is het tijd voor een gesprek om te kijken met elkaar van joh, gaan wij nog steeds op de juiste manier met elkaar om? Ja. Hè? Ieder mens is uniek. Dus dat is wel belangrijk om te weten. Maar het is goed om ook te realiseren, als er wel psychiatrische problemen zijn die behandeling behoeven, om ook dan tijdig de weg te weten naar de professionele hulpverlening. Ja. Nou, ik stel voor dat we gaan kijken naar die psychische ziektebeelden. Er lijkt zijn ook goed al een aantal vragen over gekomen. Ja, vertel zeker eens je verhaal. Zeker. De psychiatrische ziektebeelden zijn opgedeeld in bepaalde hoofdstukken. Inmiddels zitten we in de DSM-5. Dat is het nieuwste diagnostisch handboek. En daarin wordt onderscheid gemaakt. Allereerst psycho-organische stoornissen. Dan moet je denken aan dementie, niet aangeboren hersenletsel. Ziekten die ook door een stuk somatische oorzaak worden veroorzaakt. Wat is somatisch? Lichamelijk. Ja, lichamelijke, precies, oorzaak. Dat er een andere oorzaak is die psychiatrische klachten veroorzaakt. Ja. Het is natuurlijk ook heel vaak zo dat psychiatrie en lichamelijke zaken door elkaar lopen. Mm-hmm. En elkaar versterken of kunnen luxeren. Denken we dus ook aan ADHD? Dat is eigenlijk een neurobiologische ontwikkelingsstoornis. Ja. Ja. En die ontstaat in jonge leeftijd. Hetzelfde als stoornis in het autismespectrum. Die ontstaat heel vroeg. Die wordt pas vaak later erkend, hè, in de kinderjaren op school. En daar wordt dat ook vaak onderzocht. Er is ook veel meer zicht op vroegdiagnostiek. Omdat er dan gezegd wordt, hoe eerder je het weet, hoe beter je de aanpassingen kan doen. Ja. Waar bijvoorbeeld kinderen leerrendement veel minder missen, omdat er vroeg rekening wordt gehouden op scholen met de stoornis die een kind heeft. Ja. Dat is dus zinvol. Ja. De meest bekende is depressie. En depressie wordt ook algemeen erkend. Komt ook echt veel voor. Wordt ook vaak niet erkend. 850.000 Nederlanders hebben ongeveer last van depressieve stoornis. Ja. Dat is natuurlijk enorm veel. En het is ook een heel heftige ziekte om te dragen. Als je cliënten hoort of patiënten die een depressieve periode hebben gekend of een depressie hebben, die zeggen ook, joh, dat is zo diep en zwaar als je daarin zit. Je gelooft dat het nooit meer overgaat. Hoe ellendig kan je dan voelen? En dan schieten er allerlei psalmen door je hoofd, zeggen van welke ellende je kan doorleven en dat je uit benauwdheid kan roepen van help mij. En het vervelende is, mensen die roepen ook niet altijd.
En die trekken zich terug of die vermijden. En er zijn ook veel vragen over gekomen. Eenzaamheid en depressie. Ja, natuurlijk, dat komt heel veel voor. Ja. Mensen met ook depressie, die roepen niet, die staan niet vooraan. Mm-hmm. Dus dat is wel belangrijk om die in het oog te houden. He, als je weet, van dat is iemand die zich terugtrekt. He, als die een aantal keer niet in de dienst komt. Of als ik weet dat die gemist wordt, die zal mij niet snel opzoeken. Dus ik moet daar actief contact mee zoeken. En dat wordt ook, ja, en als andere kerkgangers ook. Ook zeker. Hè? Ja. Dat, als je iemand mist. En daar kan je natuurlijk afspraken over maken. Van joh, ik weet dat jij dat hebt af en toe. Hoe wil je dat ik met je omgaat? Dan kan je gewoon een open gesprek over voeren. Moet ik je erbij halen? Wordt gewaardeerd. Moet ik je soms even laten? Ja. Of hoe weet ik dat dan, wat je van me verlangt? Dat is natuurlijk een goed gesprek. Ja. Is daarvoor nodig. Ja, een van de meeste vragen die zijn binnengekomen gaan inderdaad over depressie. Komt dat dus omdat dat het meeste voorkomt, denk je? Het is ook een van de bekendste psychiatrische ziektebeelden. Ja. Ja. En iemand die vraagt iemand sociale netwerk is weg, wat dan? Ja, wat moet je dan doen als iemand helemaal geen sociaal netwerk meer heeft? Helemaal niet, dat is erg karig. Mm-hmm. Vaak hebben mensen wel familie, vrienden. Of collega's om zich heen, maar die dan in de loop van de jaren zich terug zijn gaan trekken of uit beeld zijn verdwenen. Mm-hmm. En het is goed om te weten dat iemand die somber is, zich terugtrekt, passiever wordt, is ook een vraag over. Ja. Is het van belang om netwerk te onderhouden? Hè? Dan moet je iemand ook actief in benaderen van, joh, heb je die persoon die belangrijk voor je is, heb je daar nog contact mee? Zoek dat, onderhoud dat en laat even weten dat het niet zo goed met je gaat. Want anders raak je uit beeld bij mensen. Ja. En de kerk is natuurlijk bij uitstek een plek waar mensen gezien worden. Ja. Mits het niet in de massa opgaat. Mits of mensen niet denken dat de ander het oppakt en dat het niet gebeurt. Ik ken ook gemeentes die de kerk in segmenten verdelen, dat iedereen elkaar een beetje in de gaten houdt. Als je mensen langere tijd mist, geef een seintje. Dat soort trucken zijn handig. Denk binnen behandeling, hè, daar waar je, wat moet je nou voorstellen bij een behandeling binnen de GGZ rondom depressie? Dan ga je toch vaak ook gewoon, je gaat in gesprek met elkaar. Mm-hmm. Je gaat vormen van behandeling geven, noem dat als de cognitieve gedragstherapie bijvoorbeeld. Dat is één van de vormen. Eén van de vormen. Ja, soms ga je ook naar medicatie kijken. Maar ook sociaal netwerk is één van die dingen die je gaat doornemen. Ja. Van hey, die steun van de ander is vaak gewoon heel erg steun. Het mensen om je heen hebben waar je soms even je verhaal bij kwijt kan. Of die de moeite nemen om jou even te gaan iets te doen. En je hoeft bij niet je heel past. Erg na te denken van, wat moet ik nou gaan doen bij die persoon? Of wat moet ik nou gaan zeggen? Kijk, het is vaak de nabijheid. En dat die je laat merken van, joh, ik zie je. Dat is eigenlijk wat we terugkrijgen dat het allerbelangrijkste is. Je hoeft dus niet, vooral niet, met oplossingen aan te komen. Die mensen zeggen, ja, ik wou dat ik het kon. Ja. Dan zegt ze van, zoek afleiding, ga wat doen. Ja, snap ik zelf ook wel, maar daar heb ik niet de energie voor. Nee. Dus zo makkelijk is het niet. Ja. Maar het feit dat je gezien wordt, dat mensen merken je op, je mag er zijn, nabijheid, presentie, dat is helpend. Ja. En check het ook bij iemand die depressief is. Van joh, is dat dan, heb je dat als prettig gevonden? Is dat hoe je wil dat we met je omgaan? Hey, een van de vragen tussendoor die we ook binnenkrijgen, in hoeverre de psychiaters van de hoop ook de DSM die je net aanhaalde volgen. Nou, ik denk gewoon, het is een psychiatrisch ziekenhuis. En dat betekent dat je daarmee ook als ware, net als de andere psychiatrische ziekenhuizen, wel die richtlijnen en ook de DSM daarin hanteert. Hè? Ja, maar de DSM is eigenlijk alleen maar een klassificatie. Ja, hè? Ja. Het is alleen maar niet bedoeld als stempel, maar eigenlijk om met elkaar te weten, hey, waar hebben we het nou over? Ja, iemand komt met precies. een bepaalde vraag. En die DSM helpt ook gewoon als collega's onder elkaar. Oké, wat is nou de vraag? Wat is het probleem van iemand? En dan als ik iemand kom bij ons en die zegt, van, joh, ik heb somberheidsklachten. En die omschrijft allerlei kenmerken die voldoet aan een depressie. En ik klassificeer dat volgens de DSM. Dan zeg ik van, nou, deze heeft een recidiverende depressie, matige ernst bijvoorbeeld. Nou, en jij krijgt die persoon in behandeling. Jij denkt van, oké, die heeft dat. Ja. Dat is de enigste reden waarom we de DSM gebruiken. Vroeger was de DSM er nog niet. Nee. Maar als we naar Elia kijken, dan had hij er ook aan voldaan. Ja, zeker. En had hij een ernstige depressie gehad. Ja. Alleen nu geven we er soms een cijfertje aan en weten waar we het over hebben. Ja, er zijn veel depressieve mensen in de Bijbel. Ja. Ja. Nou, laten we kijken naar de andere psychische ziektebeelden. Ja, we goed nu dat je me aan gehad. De richting houdt, want ik praat maar door. Ik heb hier angststoornissen staan. Ja. Angst is natuurlijk ook wel bekend bij veel mensen. Angst zorgt ook vaak dat mensen zich terugtrekken,
afgewezen voelen. Denk daarbij ook aan angststoornis, dat mensen niet naar buiten durven of bang voor specifieke dingen zijn. Spinnen, liften, pleinen, paniekaanvallen, kerken, ruimtes. Durven niet komen, online diensten, helemaal goed. Nee, maar dan trekken mensen zich ook te vaak terug. En een belangrijkste angststoornis is ook PTSS, posttraumatische stressstoornis. Mensen die traumatische dingen hebben ervaren, die steeds wakker schrikken van herinneringen. Nachtmerries. Ja, nachtmerries, ja. Overalert zijn, ja, door herinneringen aan hun verleden. En het zijn best ernstige stoornissen, ook goed behandelbaar door psychologische behandelingen. Dus gesprekken, exposure, weer opnieuw proberen de angst te overwinnen. Soms medicatie nodig, maar ook veiligheid, gevoel van hier mag ik zijn wie ik ben en hier is het betrouwbaar, hier is het veilig, hier wordt mij geen onrecht aangedaan. Je hebt, want dat is juist heel erg belangrijk. Ja, daar waar angst is, dat je iets van veiligheid ervaart. Klopt. Ook bij de mensen om je heen. Geen veroordeling, maar dat je, dat je erover kan praten. Ja, ja. En ook dat het eerlijk, dat het klopt. Dat mensen weten van wat gezegd wordt is waar. Hè? Er worden geen indirecte boodschappen of geheime agenda's. Of ik moet er rekening mee houden dat iemand mij belaagt. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Dus zeg wat je doet en doet wat je zegt. Ja. Als je niet waar kan maken, beloof het dan niet. Hè? Dat is heel ingewikkeld. Goeie tip. Belangrijk bij angststoornis. Ja. Overigens ook bij persoonlijkheidsstoornissen, want dat is het volgende hoofdstuk. Mm-hmm. Persoonlijkheidsstoornissen, nou, kennen we wel, hè? Vermijdende persoonlijkheid, afhankelijke persoonlijkheid. Borderline persoonlijkheid, ook heel bekende. Is dat is een onderdeel van een persoonlijkheidsstoornis. Ja, klopt. En dat is vooral in denken van mensen wat het misgaat. Dat mensen heel veel last van hebben van hun eigen veroordelende gedachten. Of dat ze zich snel gekwetst, onthecht of afgewezen voelen. En daardoor ook altijd last van spanning of angst hebben. En dat is natuurlijk een heel zwaar ziektebeeld om te dragen. Nou, daar zijn veel mooie therapieën voor. Persoonlijkheidsstoornissen is voor ons een begrip. Ik weet niet in hoeverre het voor de kijker daarin ook altijd een zo'n duidelijk begrip is. Waar hebben we het dan over? Gaat het over karakter? Gaat het over andere eigenschappen? Ja. Hoe ontstaat dat? Ja, de verschillende persoonlijkheidsstoornissen ontstaan ook op verschillende manieren. Je hebt verschillende vormen. Vaak heeft het te maken met hechting, onveilige hechting of nare situaties die mensen meegemaakt hebben, waardoor ze een coping ontwikkelen. Coping is gedrag waarmee je eigenlijk een probleem oplost, die inadequaat is. Het is niet handig om op een bepaalde manier te reageren. Kan je een voorbeeld geven van coping? Als je altijd rekening hebt moeten houden dat je niet gezien werd, dan ga je overmatig je best doen om in beeld te blijven, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Nou, dat kan als claimend ervaren worden. Ja. Dan gaat de omgeving, de volwassen omgeving van die persoon, die zegt van, oh, dat is zo'n claimend persoon. Mm-hmm. Maar dat komt ergens vandaan. Die heeft in een verwaarloosde jeugd moeten leren voor zichzelf op te komen. Ja. Nou, daar zijn gedragstherapieën voor om daar sturing aan te geven en die persoon zelf te leren anders om te gaan met de problemen van vroeger. Maar eigenlijk zeggen we dan dat het niet iets meer wat zomaar verdwijnt, maar vooral iemand gaat leren om daar inzicht in te krijgen en anders mee om te gaan. Ja, klopt. En ik denk in het pastoraat dat je daar vaak die mensen ook wel ontmoet. Hè? Ja, toch zeker. Van de claimende mensen die eigenlijk op een of andere manier die in beeld willen zijn vanuit die persoonlijkheid. Wat weer irritatie vaak, soms ook bij de pastorale werker kan oproepen. En dan gebeurt er wat. En dat is soms best wel goed om daar bewust van te zijn. Van hoe moet je daar nou mee omgaan? Ja, en daarvoor hebben we aardig wat tips op een rij gezet. Ook omdat daar veel vragen over komen. Geef ons nou tips, hoe kunnen we omgaan met mensen met persoonlijkheidsstoornissen? En daar hebben we een aantal dingen van op een rij gezet. Dat zijn twee dia's, zo uit mijn hoofd. Tips en tips vervolg. Ja, laten we eerst naar de tips kijken. Ja, laten we ze eens doornemen. Veel mensen zijn geneigd een gevoel van onmacht of een gevoel van een naar gevoel bij de cliënt op te willen lossen. Die denken van, als je nou dat doet, dan heb je er misschien minder last van. Of misschien wil je dat doen. En dat is eigenlijk wat vaak een beetje bedweterig of vervelend overkomt. Want dat zouden ze wel willen. Hè? Dus, en vaak zien ze het ook als een oordeel.
Van ja, nou, hè, als jij nou zegt, doe ik het moet doen en ik kan dat niet, hè, dan ben ik dom of hè, dan weet ik het weer niet. Ik kan me dat ook wel voorstellen, ja, soms, zeker in de kerk, daar waar je soms ook in de prediking of in de leer ook hoort van, hey, problemen kunnen opgelost worden. Of dingen moeten weg of God bevrijdt. Hè? Wat houdt dat nou in? Betekent dat nou dat als pastoraal werker samen met die persoon moet zoeken hoe dat weggaat? Dan neig je snel naar... Tuurlijk, God bevrijdt, maar als iemand in de kerk zit die denkt van, hè, ik word niet bevrijd, dus ik zou wel wat fout doen. Hè? En je gaat in zelfoordeel naar huis en je raakt daar van in een schuldgevoel. Hè? Ja. En je gaat daar niet over in gesprek. Kijk, sluit de boodschap niet aan bij wat op dat moment nodig is voor die persoon. Dus dan zal er of vanuit die persoon een vraag moeten komen, of degene die die boodschap geeft moet meer proberen aan te sluiten of de achtergrond begrijpen van die kerkganger op dat moment. Dus ook al zijn de oplossingen wel goed, niet te snel meekomen, maar gewoon eerst luisteren. Zeker. En er is ook altijd iets van interpretatie tussen de boodschap en hoe het bij de persoon binnenkomt. Mm-hmm. En die kan vervormd zijn, hè, als er nare ervaringen zijn in het verleden. Dus vraag ook aan die persoon van wat is prettig voor jou? Ja. Hoe wil je dat we de dingen brengen? En dan luister je naar wat die persoon zelf prettig vindt om te horen. En zelfs dat kan per periode verschillend zijn. Dus je sluit echt aan bij iemand. Ja. En belangrijk is om voor jezelf te blijven zorgen als netwerk en ook als kerk. Want het is soms zo dat je oneindig veel vragen krijgt. Mm-hmm. Dan lijkt het een bodemloze put. Het gaat de antwoorden niet uiteindelijk kunnen geven. Dus dan is nabijheid met een grens, wat wel belangrijk is, want anders help je die persoon ook niet. Mm-hmm. Dan geven ze het voorbeeld van, je kan beter iemand een brood laten bakken dan een brood geven. Je kan een hele bakkerij geven. Maar als iemand nooit leert voor zichzelf te bakken, dan lukt het niet. Dus je kan iemand anders problemen ook niet oplossen eigenlijk? Nee. Je helpt ze meer door mee te denken in het samen oplossen, zodat iemand zelf de oplossing voor de toekomst kan pakken. Ja, dat is eigenlijk voor jezelf zorg, hè, ook als pastoraal medewerker. Ja. Je leert dat als hulpverlener in de GGZ ook altijd heel duidelijk van, hey, waar liggen je eigen grenzen nou? Daar waar iemand met nood komt, het kunnen accepteren dat je niet alles kan oplossen en bewust zijn van je eigen grenzen. Eigenlijk ben je ook het materiaal, ook als pastoraal werker. Ja. Je bent zelf ook het instrument. Dat contact tussen jou en de ander is al gewoon heel belangrijk. Het is belangrijk dat je daarin ook je eigen grenzen weet en kan communiceren. Maar het is soms moeilijk, hè? Dat hebben wij als hulpverleners, maar dat hebben pastoraal kerkelijk werkers uiteraard ook, dat je dan samen met de zorgvrager onmacht moet verdragen. Ja. En dat voelt soms niet fijn, zeker niet als het lang duurt. Dat je naast iemand staat in zijn verdriet of zijn ellende of zijn pijn, zonder dat je direct een oplossing kan geven in de vorm van een pilletje of een praatje of een... Was het nou waar? Maar want zij vinden ook die onmacht zelf ook lastig. Ja. Dat is wat je ook vaak achteraf hoort. Zeker met mensen met een depressie. Dat niet zozeer de vraag is van, ik wilde dat de ander het weghaalde, maar ik vond het fijn dat de ander naast me stond. En dat is goed om te beseffen. Ook vaak achteraf soms te horen van die mensen die in een diepe depressie hebben gezeten. Ik had behoefte aan mensen die naast me stonden. En niet per se iemand die me het antwoord gaf. En soms is dat goed om te beseffen, juist ook op die momenten wanneer zo dat appel er is. Ja, is niet makkelijk. En soms duurt het langer of dan komt het weer terug. Hè? Dat depressieklachten terugkomen of persoonlijkheidskenmerken opnieuw weer terugkomen. Dus dan, het vraagt ook veel van je. Hè? Dus deel het ook met elkaar. Dat doen wij als collega's ook. Van, steun elkaar als het zwaar of moeilijk is, of deel het. Bepaalde kaas, zeg maar, doen we samen. Hè? Ja. En ik kan me voorstellen in een pastoraal team dat ook zo werkt. Ja. Dat en wat als je wel heel erg graag er voor iemand wil zijn, maar dat kost jezelf te veel. Dus je moet aan de ene kant goed voor jezelf zorgen en je wilt aan de andere kant de ander zo graag helpen. Hoe hou je daar de goede balans in? Door van tevoren al na te denken van, waar ligt mijn capaciteit? Ja. Er was ook een vraag van, iemand kreeg onwijs veel apps van iemand uit de kerk. Ja. Die had zijn nummer gegeven en die appjes stromen binnen. Ja. En dat werd nooit voldoende beantwoord. Dan gaat iemand over je grenzen van jouw mogelijkheden. Dat gaat irriteren. Hè? Dus dat is dan lastig te dragen. En het lost ook niks op. Nee. Hè? Het voorziet niet in een behoefte. Dus je voor jezelf zorgen is eigenlijk een pre om goede pastoraal werk te kunnen doen. Ja. Dus daarvoor moet je jezelf ook echt kennen. Van wat heb ik nou nodig?
Om goed te kunnen blijven functioneren. Ja, dat is een goed voorbeeld. Maar wat zou je dan in dat geval doen? Stel, iemand overlaat je met WhatsApp-berichtjes. Ja. De volgende keer bedenken dat je daar aan het begin afspraken al over maakt. Ja. Van joh, ik probeer er voor je te zijn. Maar ik kan doen wat binnen mijn capaciteit ligt. Mm-hmm. En dat is zo groot. En dat is niet alleen voor jou belangrijk, maar voor die ander nog vele keren belangrijker. Want als er geen grens aan zit, is het onduidelijk. Ja. Dus dan is het onveilig. Ja. Soms zijn dat de thema's ook wel binnen een stukje behandeling. Dat je iemand voorhoudt wat grenzen zijn. En op het moment dat je iemand daarin voorhoudt van, hey, ik heb ook grenzen. Bijvoorbeeld continu geappt worden, dan merk ik dat ik dat niet aan kan. Daar leer je een ander soms ook mee weer om gezonde grenzen te hebben. En vaak zijn het en ook een realistisch thema's, verwachtingenpatroon. Realistisch verwachtingen, maar ja. Vaak zijn het ook thema's die ook binnen een stukje behandeling gewoon een onderwerp zijn. Wat zijn nou gezonde grenzen? Heb je dan een pastoraal werk op een hulpverlener die continu maar beschikbaar is, altijd maar bereikbaar is, geef je daarin ook niet goede voorbeelden. Dus soms mag je ook gewoon beseffen van, ik mag daarin uitdelen van wat ik zelf geleerd heb. Gezonde grenzen aanhouden en daardoor neem ik een ander als het ware in dat gezonde deel mee. En ik denk dat de Bijbel vol staat van gezonde principes. Die je eigenlijk gewoon mag uitleven. Ik denk niet dat de boodschap van God en de Bijbel zou zijn van, wees er voor iedereen en beantwoord elk appje. Maar dat je daarin ook gewoon kwetsbaar ook mag aangeven, hier ligt mijn grens. En maar wat vind je ervan? En misschien zegt iemand, nou, ik ervaar het als afwijzing. Nou ja, dan praat je daarover door. Maar gezonde grenzen, belangrijk onderdeel. Ja. Nou, wat een goede tips. Super. Heb je nog meer tips, Carla? Niet genoeg. Een van de tips is dat kennis is begrip. Soms is het gewoon onbekend maak onbemind. Als je geen idee hebt van wat nou psychiatrisch ziektebeeld heeft, wat de klant of wat het voor die betekent, Ja. Vraag om uitleg. Wat betekent het voor jou om zo angstig te zijn? Want ik hoor dat je depressief bent. Wat is dat voor jou? Wat doet dat met je? Als je het begrijpt, dan... Ja. Dan heeft dat zoveel meer erkenning en nabijheid. Het is ook interesse. Vraag die informatie. Ja. Het is ook interesse. Ja. Stel voor iemand in je gemeente waarvan bekend is iemand met schizofrenie. Dat is altijd best wel een heftige stempel, vind ik. Hè? Als je ook in je gemeente en iemand vertelt, ja, ik heb schizofrenie. Daar waar je erin verdiept of bijvoorbeeld een stukje kennis van gaat opdoen, kan voor zo iemand al heel veilig zijn. Van, hey, jij weet er wat van. En dat is soms ook wel gewoon genoeg. Kan een stukje veiligheid bieden waardoor iemand gewoon in jouw gemeente kan zijn. En je ook bijvoorbeeld geleerd hebt dat je zo iemand niet moet gaan overvragen. Dat het wat prikkelarm mag zijn. Dat je ook begrijpt waarom iemand zich soms gewoon even terugtrekt. En je dan niet per se iemand erbij moet gaan halen. Nou, een stukje kennis is daarin al heel veel. Precies. En dan kom je gelijk op het volgende punt. Dat is gelijkwaardigheid. Hè? Nou, even terug bij over die kennis. Want er is iemand die wil graag wat meer weten over narcisme. Is dat iemand die manipuleert of niet op zichzelf kan reflecteren? Of is het ook echt een psychische stoornis? Ja, het is een kenmerk van een persoonlijkheidsstoornis. Mm-hmm. Dat heeft te maken met dat iemand inderdaad slecht geleerd heeft te reflecteren op zichzelf. Ja. Dat kan dus geleerd worden met de vorm van een therapie. Mm-hmm. En het is ook voor die persoon zelf best wel een lastig kenmerk, omdat je er heel veel mensen mee afstoot. Ja. Dus je voel je uiteindelijk heel alleen. Ja. En je snapt zelf niet zo goed waarom. Dus het is best wel ingewikkeld om dat te hebben. En je wordt daar ook vaak voor veroordeeld of naar bekeken. Dus het is ook in die zin belangrijk om inzicht te creëren van wat is er met iemand? En snapt hij zelf wat er is en wat je eraan kan doen door een andere houding aan te nemen, waardoor je meer mensen om je heen behoudt en niet verliest. Ja. Dus als je iemand wil helpen met narcisme, bedoel je, moet je eerst er zelf meer over lezen en in gesprek gaan met diegene. Ja, en die persoon zelf wil daar waarschijnlijk zelf ook meer over weten, om minder alleen over te blijven. Hm. Oké, helder. Ik zie ook wat vragen voorbij komen. Wij krijgen wat vragen aangereikt. Mm-hmm. Mm-hmm. En sommige vragen kunnen ook bij andere sheets behandeld worden, maar ik denk, pak er toch een paar mee. Een van die vragen is ook van, doen jullie ook aan bevrijdingspastoraat? Nou, dat is natuurlijk dat is een heel mooi onderwerp. En zeker denk ik voor een instelling als de Hoop GGZ met een christelijke identiteit.
Daar waar je binnen de GGZ een stukje behandeling geeft, is officieel doen wij niet aan bevrijdingspastoraat, omdat het echt een pastoraal onderdeel is. Mm-hmm. En je ook binnen de GGZ dan onderscheid moet gaan maken tussen wat is nou een ziekte, wat is nou een tekort ergens aan, wat is ontstaan en waarin spreken wij nu over een geestelijke wereld. Want daar heb je het dan over bevrijdingspastoraat. Dan ga je op het gebied van religie ook zitten en geloof zitten. Nou, daarin proberen wij gewoon wel het onderscheid te houden door ons juist bij de behandelingen te houden. Waar ik gemerkt heb, ook voor mezelf als ervaringsdeskundige vanuit het verleden, een heleboel psychologische behandelingen zitten vol Bijbelse principes. En eigenlijk werk je op die manier, werkt dat vaak al heel bevrijdend. Ga je echt aan bevrijdingspastoraat beginnen, dan is dat toch iets wat we eigenlijk zeggen, dat is juist die taak van de kerk, waar we mensen wel in mee mogen nemen. Van hé, we hebben iemand een stukje behandeling gegeven, merken dat het niet werkt. Zou er eventueel ook meer aan de hand kunnen zijn? Ga daar eens over praten, juist binnen de kerk, om ook dat onderdeel te onderzoeken. Het is niet altijd makkelijk te onderscheiden. Nee. Het is wel eens dat je als behandelaar voelt. Hier zit iets, dan gaan de nekharen een beetje. Dan zit iets naars, iets donkers in de behandelkamer of in het gesprek. Ik zeg van dit is niet qua psychiatrie te duiden. Dan denk je wel van er is een beladenheid of een belasting waar ik misschien als christen wat mee kan, maar als professional misschien helemaal niet zozeer een antwoord op hebt. Dan zou ik zeker in gesprek gaan, hè, dat doen we ook wel, hè, met de kerken die betrokken zijn bij onze cliënten. Van, wil je in gesprek hierover met de cliënt of wil je bevrijdingspastoraat, als de cliënt dat ook wil, hè, of pastorale gesprekken. En dan werken we daarin samen op. Graag. En dan ben ik vanuit de professionele medische kant, kijk ik. En degene vanuit de kerk, vanuit het pastorale stuk. En dan werk je samen op. Soms is het niet makkelijk te onderscheiden, maar je kan het soms voelen waar het onderscheid zit. Ook niet altijd. En het is ook het accent ligt soms verschillend. Maar het is best heel interessant om daar veel... Ja, en samen laten we in op zijn, te trekken. Ook binnen kerken onderling hebben daar verschillende meningen over. Klopt. Zijn daar verschillende leer over. Vandaar dat je ook als GGZ daar ook zegt, weet je, daar, je wil daar niet de kerk gaan zijn die een leer aanhangt. Maar we vinden het wel heel belangrijk om daarin samen te werken. Omdat wij ook geloven en beseffen dat er een geestelijke wereld is, dat God daar is en ook een tegenstander. Ja. En dat op dat gebied er ook heel wat kan spelen. Vandaar ook, als je terugdenkt aan dat hart met die vier onderdelen, in herstel komen in relatie tot God, kan ook betekenen dat je zegt van, hey, het is belangrijk om dat geestelijke in je leven, de keuzes die jij in je leven gemaakt hebt, of de gebondenheid die daar is ontstaan, om dat uit te gaan werken. Ja, ja. En dan verwijzen we vaak ook wel in samenwerking naar de kerk. Ja, en pastoraat ook heel vaak, hè, als mensen een verbinding aangaan met schuld of schaamte en daar in... eigenlijk in worstelen, dat het een stuk is waar denk van ja, dat is prima, godsbeeld, verkeerde godsbeeld. Dan zeg, praat daarover met het pastoraat of mag ik contact hebben met het pastoraat? En dat wordt altijd heel erg gewaardeerd. Dan en zie dat, je de overlap, hè, als we het net over depressie hadden. Vaak onderdelen van depressie, mensen met die hebben een zware depressie, hebben altijd gevoelens van schuld en schaamte. Dat hoort heel erg bij dat ziektebeeld. En tegelijkertijd kan het ook een gebondenheid zijn daar waar iemand erin gaat leven. Nou, en zo kan je daar heel goed samen in optrekken. Carla, kun jij ook nog ingaan op hoe pastoraat en GGZ met elkaar kunnen samenwerken? Waar overlappen ze elkaar? Waar houdt het een op en start het ander? Ja, dat kan. Ik heb daar even kijken hoor. Ik ga even van de tips naar een volgende dia, waar het verschil tussen pastoraat en hulpverlening wordt beschreven. Daar is natuurlijk heel veel over te zeggen, maar in principe houden we de richting aan dat pastorale begeleiding zet het geloofsperspectief centraal. Hè, dat gaat in principe over hoe kan iemand zich met God weer in het reine krijgen of geloofsworstelingen beantwoorden vanuit het perspectief herstel in geloof, herstel naar God, herstel in de verbinding met God. Mm-hmm. Dat is natuurlijk het uitgangspunt van pastoraat. In de GGZ, hulpverlening, zet gezondheidsperspectief centraal. Dus die zegt eigenlijk van wij gaan ervoor herstel van de ziekte, overwinnen van je gedrag. Maar loop ook door elkaar. Ik een voorbeeld daarvan, daar waar iemand met seksueel misbruik te maken heeft gehad. En ook PTSS binnen de geestelijke gezondheidszorg daar een behandeling voor krijgt, komt op een gegeven moment het onderwerp van vergeving gaat ook een rol spelen. Waarin we eigenlijk ook gewoon binnen de algemene GGZ bekend is, daar waar haat en wrok blijft zitten, blijft iemand ook gevangen.
Maar het is een onderwerp wat binnen de GGZ voor een heleboel behandelaren best moeilijk is. Van hoe ga je daarmee om met vergeving? En is er dan vergeving? En kan je vergeven? En dan merk ik dat de overlap zeker binnen ons werk ook daarin is vanuit identiteit. Dat we weten dat God vergeeft, jou vergeven heeft. En jou wil helpen in het proces om vrij te komen van wat jou is aangedaan. En vergeving is dan een heel moeilijk onderwerp. Ook een heel teer onderwerp. Maar wel een heel belangrijk onderwerp. En ik denk dat daar een raakvlak binnen zit. Het wordt... Ik denk dat wij het binnen onze behandelingen dan bespreken. Maar dat je daarin heel goed met pastoraat kan samenwerken. Om dat op een gegeven moment ook in gebed te gaan brengen. Mm-hmm. Daarin met de Heer God uit te gaan komen. Dat het daar ook een behoorlijke overlap in zit. Ja, ja, klopt. Eens? In heel veel psychologische modellen is bijvoorbeeld vergeving, wordt daar ook in verwerkt. Alleen worden daar andere woorden aan gegeven. Ja. We hebben ook veel methodieken in de behandeling, in de GGZ, ook in verslavingszorg trouwens, waarin eigenlijk geestelijke principes of ook uitgewerkt, ja, worden. Uitgewerkt, ja, worden. Ja. En dat kan je door samen laten optrekken. En het heeft ook veel overlappingen. Ik doe het zelf bijvoorbeeld veel met traumatherapie. En dan zie je ook, als voor iemand belangrijk is, de hulpvraag belangrijk is, dat God een rol in zijn leven heeft, dan zie je ook automatisch dat het in die gesprekken ook terugkomt bij God. Zelfs in de EMDR. EMDR is een vorm van traumabehandeling bij PTSS. Dan zie je dat mensen de positieve cognities, dat betekent gedachten die helpend zijn in je herstelproces, dat daar thema's als troost en vertrouwen en God is nabij naar voren komen. Zonder dat je daar specifiek op aanstuurt, maar dat komt er vanuit de persoon zelf, omdat het geloof en God belangrijk voor hem is. Ja. Dus het is ook gewoon onderdeel van je mens zijn als je gelovig bent. Dus dat kan je niet omheen in je hulpverleningsgesprekken. Nee. En dat hoeft ook niet. Nee, juist. Liever niet. Nee. We hebben vragen. Ja, kun je het concreet maken wat pastoraat en GGZ voor elkaar kunnen betekenen in een volgende dia? Ja, zeker. Ja. Wij schrijven daar ook artikelen en boeken over, omdat daar ontzettend veel vragen over leven. Mm-hmm. Onze zorgvragers zijn veel langer bekend bij het pastoraat dan dat wij ze even mogen ontmoeten in de hulpverlening. Wij steken tijdelijk in, omdat mensen zich aanmelden bij ons, behandeling krijgen. En op een gegeven moment is dat weer klaar en kom je weer terug in het pastoraat waar jouw netwerk zit. In je kerk. Ja, vroeger was het zo dat de hoop als de behandeling eindigde overdroeg naar het pastoraat. Van joh, wij stoppen hier. Dit zijn de tips. Succes, meld weer aan als er weer meer vragen zijn. Dus signaleren is de belangrijkste, omdat eigenlijk die de pastorant bijna beter kennen dan wij. En wij ook maar vanuit een bepaald stukje, het professionele stukje. Dus de kerk moet aan de bel trekken als het met iemand niet goed gaat, bedoel je? Ja. Nou, moet. Kan afspraken maken met die persoon. Van joh, vind je het goed als contact met je hulpverlener opneemt? Of maak een signaleringsplan. Of geef attendeer de persoon er ook op. Van joh, is het niet tijd dat we weer eens bellen? Ja. Dat soort dingen. En eigenlijk is het ook van belang om dan de sociale kaart te kennen als pastoraal medewerker. Wij komen ook in kerken die zeggen van joh, hoe meld ik dan iemand aan? Of wanneer moet ik verwijzen? Wie moet ik dan bellen? De huisarts weet dat meestal wel. Waar ze naartoe moeten verwijzen. Kerken weten dat, als ze de sociale kaart op orde hebben, ook wel. Alleen vaak zijn er wachttijden, zijn er allerlei indicaties, contra-indicaties, allerlei voorwaarden. Dus het is ook een beetje een zoektocht om de juiste weg daarin te weten. Mm-hmm. Dus daarom is het van belang dat pastoraat weet van waar kan ik terecht en op welke manier. Ja, en het pastoraat is ook eigenlijk wel geholpen met kennis. Laat je toerusten. Mm-hmm. Gun het jezelf ook dat je kennis krijgt om het niet allemaal zelf uit te hoeven dokteren. Ja. Het vraagt zoveel van je. Hè? Je hoeft het ook niet alleen te doen. Je merkt soms binnen de GGZ dat er ook afdelingen zijn specifiek voor één soort probleem. En soms als pastoraal medewerker kom je allerlei dingen tegen. Dat kan je allemaal niet weten. Daar waar iemand bijvoorbeeld zo onrustig is en je vraagt je af, moet ik nou juist meer doen of moet ik nou juist minder doen? Soms kan je daar gewoon eenvoudige tips in krijgen. Van, dit is een situatie waarin je de ander maar even met rust moet laten. Hij komt straks wel weer terug. Er kan een bepaalde kennis zijn op dat moment die gewoon even heel erg kan helpen. Dus dat is juist elkaar daarin vinden, elkaar spreken is alleen maar belangrijk. Ja. En helpend. Ja. En ook andersom, hè? Ja. Gewoon ook als GGZ ook van de pastoraal werker te horen van joh, hoe is iemand nou in gesprek? Als die informatie gedeeld mag worden, als er toestemming voor is. En hoe beweegt iemand zich binnen de gemeente om daar ook iemand in te leren kennen? En wat zijn nou de kwaliteiten en wanneer gaat het mis?
Ja. En stel iemand is opgenomen bij De Hoop of een andere organisatie. Wat kan een kerkpastoraat dan betekenen? Hoe kunnen we elkaar dan helpen? Even op bezoek komen. Ja, ja. Nee. Vooral in contact blijven. Ja. Omdat het voor die persoon die natuurlijk uit zijn eigen wereld is en bijvoorbeeld opgenomen is of bij ons polyklinisch in behandeling is. Zo van, joh, mijn netwerk is betrokken en houdt mij in het zicht. Hè? Kom ik straks terug, dan weten die mensen van mij en die weten van mij bestaan. En soms is dat ook lastig omdat je dan mensen in je ziekteproces betrekt. Want je schaamt je natuurlijk ook wel voor het stukje wat minder goed met je gaat. Maar aan de andere kant, het geeft ook zo'n soort stuk van, hoe zeg je dat, rekenschap, getuigenis van, weet je wel, iedereen heeft zijn kwetsbare kant. En als dat gekend wordt, dan heb je die verbinding die je nodig hebt om verder te bouwen als je straks weer terug bent. En een beetje aansluit bij een vraag die ik hier heb liggen. Je wordt ook gevraagd, zijn er ook cursussen die voor de naaste zijn om hoe om te gaan met onvoorspelbaar gedrag? Nou, in dat hart kwam ook die naaste naar voren, hè? De omgeving en die ander. En ik denk dat je ook als gemeente, ook als pastoraal werker, ook moet opletten daar waar iemand problemen heeft, vastloopt, dat er ook nog mensen omheen zitten. Ja. En vaak wordt het vergeten, hè? Om hun te betrekken, als dat mag tenminste, als de persoon toestemming daarvoor geeft. Want het kan ook zo steunend zijn. Als daar waar de omgeving overeind blijft, kan het een enorme steun zijn voor degene die vastloopt en dat op dat moment even nodig heeft. En later kan die weer wat voor een ander betekenen. En zo werkt dat, denk ik. Mm-hmm. En ook als hier iemand opgenomen zou zijn, of binnen GGZ, andere afdeling, schroom niet om contact te houden, maar let ook op die naasten. En zijn daar cursussen voor binnen De Hoop? Ook dat is weer dat onderdeel van Vrienden van De Hoop. Dat wordt gesponsord om te zorgen dat juist die naasten ook ondersteuning kunnen krijgen, ondersteuning kunnen vragen. Professioneel, in die zin ook mensen met die echt ervaring in hebben, die ook kunnen zeggen van, joh, het is goed om nu een grens te trekken. Of het is goed om nu juist er even te zijn die daarin kunnen ondersteunen. En zodat je er ook niet alleen voor staat. Ik weet niet precies of we cursussen hebben voor alleen naasten. Ik weet wel dat naasten betrokken worden in de behandeling van cliënten die ik weet dat er soms wel eens seminars of bijeenkomsten zijn voor die naasten. Maar vaak wel voor de cliënten die in behandeling zijn. Ik denk ook dat je altijd wel je vragen kan stellen of even contact kan zoeken. Dat er altijd ruimte is om vragen te beantwoorden. Ja, zeker. Belangrijk onderdeel. Ja, worden vaak vergeten, klopt. Carla, je vertelde net dat de kerk heel goed kan bijdragen bij het signaleren. Ja. Nu krijgen we via de chat een vraag binnen van, wanneer moet je nu echt doorverwijzen naar professionele hulpverlening? Ja. Je had het over dat niet-pluisgevoel. Ja, klopt. Wanneer is dat? Ja, wij hebben daar een dia van gemaakt ook. Signalen, dat is een stukje signaleren, verderop. Signaleren, ja. Ja, en eigenlijk staat op de site van www.nietpluis.nl staan een aantal signalen waarin je eigenlijk kan zeggen, dan is doorverwijzing echt belangrijk. Want dan kan er een gevaarlijke situatie zijn, of is er reden om een huisbezoek te doen, of bijvoorbeeld te kijken van, is er sprake van huiselijk geweld, zijn er kinderen in huis? Nou, dat staat hier op een rijtje. Dat is als je verwaarlozing, nou, dat is natuurlijk een algemeen begrip, hè? Wanneer is iets verwaarlozing? En als je dan het gevoel hebt van, joh, het is niet pluis, ik wil daar backup in. Ja. Raadpleeg in ieder geval een huisarts of een hulpverlener. Mm-hmm. Van, moet ik wel of niet ingrijpen? En wanneer je huiselijk geweld of geweld met kinderen of met mishandeling of dan moet je wel ofwel de politie of een hulpverlener inschakelen. En met suicidaliteit, als mensen zeggen van, joh, ik ga een eind aan mijn leven maken, raadpleeg altijd, alsjeblieft, altijd een hulpverlener. Want het kan kloppen dat iemand dat altijd roept uit onmacht. Maar maak die besluit niet alleen. Want als je je daarin vergist, dan voel je je altijd schuldig. Dus overleg altijd daarover. Ja. Dat zijn signalen waarvan ik denk van, dat zijn grenzen waarin je de hulpverlening mag of moet inschakelen. Ja. Of de politie bij geweld. Soms ken je mensen alleen maar vanuit de kerk, vanuit het gebouw. Mm-hmm. Het kan als pastoraal werken ook zijn daar waar jullie daar afspraken over hebben. Om gewoon eens bij iemand langs te gaan. Als je het idee hebt van, hey, ik weet niet hoe ik het nou moet inschatten. Ja, of je hebt weinig contact. Of dat je iemand toch wat dat ziet verwaarlozen. Dat je denkt, mag ik eens bij je langskomen? Mag ik eens kijken? En je houdt het daarin veilig. En je moet al duidelijk blijven in wat je bedoelingen zijn. Je kan ook zeggen, ik maak me zorgen. Mag ik eens bij je langskomen om een beter beeld te krijgen? Ja. Kan een manier zijn. Maar het is in ieder geval een van die signalen. Ik zie hier ook staan verandering in humeur of stemming. Hè? Dat zijn toch wel een van die... Maar dat is niet bij elke humeur of stemming veranderingen dat je gelijk bij de GGZ aan de bel. Dat is natuurlijk ook niet helemaal de bedoeling. Ja. Maar ik kan me wel voorstellen dat je denkt van, ja, dat gaat de laatste tijd
toch maak ik me daar zorgen over. Dat is anders dan anders. Het duurt langer. Of ik heb er minder grip op. Of iemand verdwijnt uit beeld. Dat je zegt van, nou ja, mag ik contact met je omgeving hebben? Nou, en partner kan ik niet zo goed traceren. Dat je zegt van, nou, mag ik overleggen met jouw hulpverlener? We hebben ook een soort stappenplan ontwikkeld, waarin je eigenlijk met de zorgvrager zelf kan kijken van, op welke manier mag ik ondersteuning voor jou vragen? Want je hebt ook het gevoel dat je over een grens bij iemand gaat. Hè? Dat je zegt van, ik ga hulp voor jou vragen, of ik maak me zorgen om je kinderen. Nou, mensen zijn gelijk bang dat je de jeugdbescherming haalt. Hè? Dat je een soort stappenplan maakt van, wat is voor jou oké, waarin ik hulp zoek, zodat ik jou kan ondersteunen. En leg dat ook vast. Ja. Sommige periodes zijn mensen bijvoorbeeld lekkerder in hun vel dan andere perioden. Dan maak je afspraken over van, nou, hoe wil je dat ik dat doe als het minder goed met je gaat? En wie mag ik dan bellen? Wie is belangrijk voor jou? Dus je maakt echt een plannetje op papier en dan kan je iemand daar ook aan houden als het nodig is. Het kan voelen alsof je bemoeit met iemand, maar vaak wordt het ervaren als zorgvuldig, als zorg, als oké, je bent betrokken bij me. Ja. Ja, en je bedoelt het uit liefde, hè? Ja. Uiteindelijk wel, ja. En als iemand zegt van, oh ja, maar ik vind het oké als je mijn moeder inseint, als je me al 4 weken niet ziet. Dat waardeer ik wel. Ja. Oké, nou, dat schrijf ik op. Oké, dus je geeft, dan heb je gelijk ook dat toestemmingstuk eigenlijk voor elkaar. Want als je het gevoel hebt, het is helemaal mis met iemand en je moet dan nog van alles gaan doen, dan wordt het ook wel eens van, ja joh, dat had ik helemaal niet gewild. Dus niet achter iemands rug om dingen regelen. Nee, ja, soms moet dat wel. Ja. Ja, maar dat zou ik wel zoveel mogelijk proberen te voorkomen. Ja. Nou, wat een goede tips allemaal voor signalering. Heb je nog meer tips voor kerken? Ja, zeker. Er is namelijk ook, hoe zeg je dat? Ik heb hier bij doorverwijzen 2, dat is de volgende dia, eigenlijk een onderscheid gemaakt van wanneer is het... Nou, noodzakelijk is een groot woord. Mm-hmm. Maar wanneer is het echt wel raadzaam om contact te hebben met hulpverlening of door te verwijzen? Nou, daar zei ik net natuurlijk al wat over. Verwaarlozing van kinderen. Mm-hmm. Er is tegenwoordig een nieuwe meldcode van huiselijk geweld. Ja. Waar hulpverleners zich aan moeten houden. Maar van het ook wel prettig is om te weten van, als er kinderen bij betrokken zijn, moet je gewoon sneller aan de bel trekken. Nou, agressie, mishandeling, geweld, gedachten aan de dood. Als mensen zeggen, ik wil niet meer leven, zijn altijd dingen ook voor jezelf dat je gewoon niet alleen besluiten neemt. Dus overleg met een huisarts of een betrokken hulpverlener. Of eerst binnen je pastorale team om toch even met anderen daar ook wel over te hebben. Hè? Ja. Soms is het ook lastig dat je denkt, ja, is dit nou iets? Maar overleg. Een soort intercollegiaal overleg dat je zegt van, ik hoef het niet alleen te besluiten, hè? Of met gezinsleden, betrokken gezinsleden. Mm-hmm. En bij gezondheidsrisico's. Dus als iemand bijvoorbeeld, ik noem maar wat, niet meer wakker wordt of zo. Of niet meer reageert. Yeah. Nou, dan kan er natuurlijk iemand buiten bewustzijn raken of dat soort dingen. En dan is het ook belangrijk om de huisarts in te schakelen. Ja. Oké. Ja. En verder, want je hebt nu een aantal tips gegeven over hoe iemand kan doorverwijzen. Maar we kunnen ook nog even kijken naar een paar vragen die zijn binnengekomen. Want iets heel anders waar we het nog niet over gehad hebben, is iemand die heeft geschreven dat hij iemand kent en die heeft te maken met voodoo. Mm-hmm. En dat lijkt me ook wel lastig, want dat is ook iets geestelijks en heeft ook te maken met psychische klachten. Wat kun je daarover vertellen? Hoe kan je iemand daarmee helpen? Nou, in eerste instantie denk ik dat je met elkaar eens moet zijn wat je van voodoo vindt en wat de pastorant daar zelf ook van vindt en mee wil. Ja. Ik zou daar überhaupt niets in aanraden in voodoo of het aangaan van voodoo. Maar waarschijnlijk heeft die persoon zelf daar geloof bij of heeft het een betekenis voor die persoon. Ja. En ik zou daar in eerste instantie naar vragen van, joh, waarom is dat belangrijk voor je? Waarom doe je dat? En daar een alternatief voor aandragen. Van ja, maar als je daar iets bijvoorbeeld herstel mee wil bereiken, dan heb ik ervaringen of positieve kennis om het op een andere manier te kunnen doen, die ik je graag wil vertellen. Mm-hmm. Hè? En dat zou ik een belangrijke manier vinden om kennis over te dragen.
alleen heb je dan nodig. Belangrijk is natuurlijk wel dat de persoon daar een vraag bij hebt. Ja, wat de persoon zelf daarvan vindt of mee wil. Als iemand zegt, ja, maar ik heb daar geen vraag bij. Ik ben er tevreden over. Ja, dan natuurlijk ben je met elkaar in gesprek en kan je daarin vertellen hoe jij daar tegenover staat. Maar als iemand daar geen vraag bij hebt, dan houdt het eigenlijk al wel snel op. En ik denk dat je dat zowel binnen de hulpverlening als binnen het pastoraat vaak merkt. De vraag is leidend als iemand zegt van, wil je me hierbij helpen? Ja. Alleen, ik denk, voor ons is het daarin ook zo een onderdeel in de intake bijvoorbeeld, dat we een aantal dingen wel uitvragen. Ja. Daar wordt ook wel gevraagd van, bent u bekend bij bepaalde praktijken, waaronder bijvoorbeeld voodoo? Omdat we ons wel beseffen dat dat mogelijk invloed kan hebben. Ja. Dus het is goed om daarvan af te weten. En soms kan het helpen om iemand daar wat uitleg over te geven. Maar als iemand daar niks mee wil, dan kan je zo werken, denk ik, geestelijk gezien ook. Dan kan je daar ook niet Maar dat is met alle alternatieve geneeswijzen. Iemand heeft een bedoeling om daarmee op onderzoek te gaan. Hè? Iemand heeft dus een noodvraag of voelt onmacht of wil verandering of zoekt naar genezing en zoekt naar allerlei wegen. Dus waarschijnlijk ervaart iemand ook onmacht of veel lijdensdruk, waar je iemand wellicht op een andere manier wel mee kan helpen, zodat die noodzaak of die behoefte aan een alternatieve geneeswijze verdwijnt. Ja. Hè? Dat is ook, als je stilstaat bij de onderliggende vraag waarom iemand uiteindelijk op zoek is, dan sta je die persoon nabij en kan je voor die persoon misschien van betekenis zijn. Ja, dankjewel, helder. Een heel andere vraag is iemand die zegt, ik ken iemand die heeft burn-out klachten en bulimia. Dus beide, hoe kan je zo iemand begeleiden? Ja. Dat is een vraag voor jou, denk ik. Nou ja, hoe kan je zo iemand begeleiden? Ik denk dat het goed is om met iemand in gesprek te zijn van, hey, heb je voldoende hulp? Wat is het doel van het pastorale gedeelte hierin? En hoeverre is er ook nog een stukje behandeling heel specifiek nodig? Omdat het ook voor het zelfbeeld hele moeilijke stoornissen zijn. Hè? We volgens de DSM gaan we dat weer ergens even in een hokje zetten. Hoe ziet dat er dan uit bij iemand? En dan hebben we over hetzelfde. Het is een stoornis die het zelfbeeld ook heel erg naar beneden haalt. Iemand die zich geen grens kan houden in eten, met zijn gewicht bezig is. En dat soort klachten, daar wordt iemand ook niet vrolijk van. En wat je wel vaak ziet met die problemen is dat burn-out klachten daar vaak op een gegeven moment wel om de hoek komen kijken. Omdat iemand best wel zwaar belast is in zijn leven, best wel een strijd aan het strijden is. En burn-out zegt voor mij wel iets van, ja, dan weet je allemaal, iemand ergens mee overbelasten, gaat niet werken. Mm-hmm. Naar huis sturen met heel veel pastorale opdrachten en taken, dat zal waarschijnlijk ook niet gaan helpen. Vaak zou je in de gemeente ook moeten zeggen dat je tegen iemand zegt, hoeveel ruimte heb je nodig, hè, van mij in je klachten? En ook binnen je pastorale werk, van, durf je er ook wel over te praten, omdat het vaak ook wel een schaamtevol iets is. Dus ruimte geven, soms ontlasten. Een nieuwe balans vinden, ook in relatie tot God, in rust durven komen. Ja, en ook weer misschien soms in overleg kijken, hey, waar heb jij net even iets meer nodig? Er zijn hele goede behandelingen, ook gewoon binnen de GGZ voor deze problematiek. Die net weer een stapje verder gaan, waar een stukje expertise in is. Waar iemand zowel op voedingsgebied als op gedachtegebied, het vernieuwen van denken, een intensieve behandeling kan gaan krijgen. Maar ook daar binnen de GGZ wordt gekeken, wat kan iemand aan? Iemand met burn-out klachten, waar begin je mee? Eerst tot rust komen? Of ga je eerst werken? Nou, dat is best ingewikkeld. Ja, lijkt me ook van, wat komt nu door wat? Ja. En dat ontdek je het meest op met degene in gesprek te zijn. Hoe werkt dat op dit moment voor jou? Waar heb je nou het meest behoefte aan? En als iemand het niet weet, dan ga je meedenken. Ja. En dat is denk ik het meeste wat je daarin kan doen. En soms is ook daarin weer even dat begrip kunnen tonen, naast iemand kunnen staan en kunnen bemoedigen. Ja. In plaats van veroordelen, maar bemoedigen is denk ik al heel waardevol. Maar het is soms best moeilijk, hè, om die vertrouwensrelatie ook vanuit het pastoraat of vanuit de kerk met iemand op te bouwen. Hè. Het is best, je geeft een stukje van jezelf prijs, is best wel heel kwetsbaar. Waarschijnlijk ben je de enige waarin dat binnen de gemeente misschien dan toch mee gedeeld wordt. En dat kan voor iemand al zo waardevol zijn, waardoor die meer moed heeft om gewoon toch zondag in de dienst te zijn of je livestream te volgen om te weten dat je welkom bent. Dus pastoraal medewerkers vervullen een hele belangrijke taak, zeggen jullie eigenlijk. Zeker wel. Klein voor hen. Ja. Ja. Wij lopen maar een klein stukje mee, hè, als professionele hulpverleners. Iemand is maar even in behandeling. Mm-hmm. Soms is de pastoraal werker degene die de ander aanmoedigt van zoek maar even iets meer hulp. En dan zie je straks wel weer terug. Is net degene die dat setje kan geven, wat gewoon net het verschil kan maken. Ja.
Een andere vraag. Iemand vraagt, wat doet alcoholverslaving met psychische problemen? Kun je daar wat over vertellen? Ja, wat is daar, ja nou. Ja, dat kunnen wij. Ja. Nou, dat heeft heel veel invloed op elkaar. Mm-hmm. Verslaving en psychiatrie gaat ook veel samen. Ja. Niet alleen alcohol en depressie, maar ook andere stoornissen. Mm-hmm. Sommige combinaties komen vaker voor dan andere. Alcohol komt vaker voor bijvoorbeeld met angst dan met depressie. Maar als iemand een ernstige stoornis in alcohol... een stoornis in misbruik van alcohol is de nieuwe term heeft... dan is er ook vaak depressie of somberheid aan de hand... en vaak ook slaapproblemen. Mm-hmm. Dus dat komt vaak voor. En het beïnvloedt elkaar ook. In die zin is de behandeling het er ook niet altijd over eens. Moeten we nou eerst die verslaving aanpakken... of eerst die somberheid of allebei of één voor één of parallel? Dus daar is in de GGZ niet altijd een eenduidig antwoord op. Maar de combinatie komt vaker samen voor. Sommige mensen drinken meer alcohol omdat ze somber zijn. En ja. Somberheid kan ook ontstaan door langdurig alcoholgebruik. Ja, ja, ja. Dus het werkt op elkaar in en het is vaak een verborgen verslaving... ook binnen de kerken... Ja. Iets wat niet altijd gedeeld wordt. Nee. En zeker binnen een stukje herstel begint vaak met de openheid. En daar waar het binnen de kerk een veroordeling is om daarover te praten... of het snel veroordeeld wordt, zullen mensen zich ook inhouden. Terwijl je denk een plek kan zijn waarin het waardevol is als het gedeeld kan worden. En misschien gezegd worden, je gaat wat meer hulp zoeken. Want het is een behoorlijke verslaving en een ernstige. Ja. Ja, wordt ook onderschat, hè? Alcohol is best een geaccepteerd dingetje in de samenleving. En als je kijkt wanneer er sprake is van alcoholafhankelijkheid... of een stoornis in misbruik van alcohol... nou, dan worden er een aantal eenheden genoemd... die mm-hmm. best wel heel veel Nederlanders regelmatig overschrijden. Dus wanneer heb je het over de stoornis? Nou, in Nederland is best wel geaccepteerd dat alcohol een gemeengoed is. En dat is natuurlijk ook een gevaar. Zeker, ja. En dat is hetzelfde met gebruik bijvoorbeeld slaapmedicatie en rustgevende medicatie. Dat is ook gewoon een verslaving. Ik ken wel dat soort acties van 40 dagen stop. Ja. Maar ook in de vaste tijd, waarin vaak gekozen wordt om dat te doen. Ik denk als kerk mag je daar even op lopen. Dat zijn hele mooie initiatieven. Ja. Maar ook misschien de gelegenheid hebben naar je kerkleden toe. Van we weten dat dit soort problemen spelen. Laten we eens aanpakken. Laten we elkaar daarin helpen. Ja. Iemand vraagt, stel iemand wil graag hulp zoeken bij de hoop. Wat zijn dan de criteria voor opname of voor intake? Oeh, dat zijn er wel heel veel. Hangt een beetje vanaf. Ja, precies. Ja, het beste is om even te bellen met mm-hmm. de polykliniek... en te vragen naar de bureaudiensten even de indicaties door te nemen. Staan ook wel op de website. Kijk, er zijn wel redenen, bijvoorbeeld als je uit de andere kant van het land je aanmeldt... Mm-hmm. Dat je wel zorgt dat je regionaal ook wel de zaken geregeld hebt... voor als je terugkomt van opname, omdat je anders in een gat valt. Dus daar wordt altijd wel naar gevraagd, naar regionale nazorg. En er is ook wel criteria bijvoorbeeld van de mate van gedwongen behandeling die nodig is... Mm-hmm. of ook de mate van expertise die de hoop soms wel en niet heeft. Dus er wordt altijd wel even meegewogen als de verwijsbrief bekeken wordt... van wat is wel of niet het beste bij de hoop of elders verkrijgbaar. Ja, dus het beste kunnen mensen gewoon bellen naar de hoop. Ja, bellen of een verwijsbrief sturen. Ja. 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 Helemaal duidelijk. Iemand anders, dat is wel een leuke opmerking. Die zegt, er is pas geleden applaus geweest voor IC-medewerkers of revalidatieartsen. Ik zag het, Wanneer nu voor werkers in de psychiatrie? Wanneer gaan we daarvoor applaudisseren? Ja. Wat vinden jullie daarvan? Ja, weet ik niet zo goed. We doen het met hart en ziel. En ik denk mm-hmm. Dat we het ook mogen doen onder Gods condities. We hebben daar de kennis voor gekregen en de energie. En ik denk we hoeven daar niet per se een applaus. Ik ben blij dat ik mijn talenten in mag zetten in het Koninkrijk van God voor mensen. En een stukje mee mag lopen in hun leven. Dus applaus. Ja, wat vinden we daarvan? Ja. Nou, mooi hoe jullie het erin mag, staan. Maar. Ja. Ik zie dat er nog een vraag is in de chat. Wat doe je als iemand al 30 jaar allerlei therapieën heeft gehad... Ja. en er lijkt niks te veranderen? Ja, het lijkt haar identiteit geworden te zijn. Ja, dat kan heel goed. Ja. Kijk, een belangrijk ding is als je psychiatrisch patiënt wordt of bent... en je krijgt met hulpverlening te maken... dat je op een gegeven moment
verzandt in de rol als hulpvrager en als patiënt. Je wordt dan degene die alleen maar bezig bent met therapieën en therapie. En dat wordt dan op een gegeven moment je wereld. Als je aanspraak doet op andere rollen die mensen ook hebben. De rol van werknemer, de rol als moeder, de rol als buurvrouw. Als kerklid. Als kerklid. Hè? Dat iemand op die manier in zijn krachten gezet wordt en aanspraak gedaan wordt op andere talenten dan alleen die patiëntenrol. Ja. Dan raakt die functie ook die wijzigt een beetje. Hè? Nou ja, dan soms kan het ook zijn dat mensen daar liever in blijven zitten, omdat het bekender is en veiliger is. Maar het is de vraag of dat prettig is voor die persoon op lange termijn. Hè? Dus het is minimaal een gesprek nodig. Waarom gebeurt dit zo? En wat vind je daar zelf van? Dus iemand is meer dan zijn probleem, dat bedoel je eigenlijk. Ja, zeker. Ja. Zeker. Ja. Gelukkig wel. Het is een klein onderdeel van die persoon. Mm-hmm. Soms is het ook wel zo dat er psychiatrische ziektebeelden zijn die dusdanig ernstig zijn dat je bijna levenslang hulp nodig blijft hebben. Dus soms is dit wat aan de orde is. Dus moet je het accepteren. Ja. Ja. Ja, accepteren. En het besef denk ik ook, juist denk ik voor de kerk, dat dat de plek is waar iedereen welkom is. Dat tussen haakjes degene zijn waar Jezus juist naartoe ging en ze juist opzocht. Juist diegenen die zijn hulp nodig hebben. Ik denk dat wij dat soms ook moeten leren, hè, zo te blijven kijken naar de mensen. Van hij is er voor degene die hulp nodig heeft. En dat maakt ook dat iemand gewoon een onderdeel is van de gemeenschap. En ik denk dat je daar heel veel kan betekenen. Nou, mooi dat je dat noemt. Want daar zijn we ook mee begonnen deze avond. Ja. Met de woorden van de Heer Jezus. En dat we ook vanuit zijn ogen kijken naar mensen. Ja, en dat raak je ook. En dat snap ik ook. Weet je, die tekst die je aan het begin had. Waarin je zegt vanuit zijn nederigheid en bescheidenheid. Onderdeel mogen zijn van het herstelwerk. Mm-hmm. Weet je wel, dat is natuurlijk veel breder dan een stukje professionele hulpverlening wat je geeft. Ja, dan mag je indienen, dan mag je dankbaar in zijn. Ja. Nou, jullie hebben ontzettend veel verteld. Heel erg bedankt nu alvast voor alles wat jullie gedeeld hebben. We kunnen nog veel meer vertellen, maar de tijd is om. Hè. Er zijn nog meer vragen binnengekomen. Maar we hebben niet de tijd om echt alle vragen te beantwoorden. Jullie hebben nu zoveel verteld. Het kan me ook voorstellen dat mensen denken van, oeh, wat veel informatie. Waar kunnen ze teruglezen of nog meer informatie lezen? Stel dat mensen nieuwsgierig zijn. Ja, er is ontzettend veel leeswerk. We hebben daarom ook een boek uitgegeven, nog niet zo lang geleden. Ja, dat boek Van Leegte naar Liefde. Met name tussen de pastoraat en de psychiatrie, dat onderscheid. We zijn ook bezig met een tweede boek, omdat er veel over gevraagd wordt en gelezen. En op de site van Elio staat ook informatie. Op de site van de KICG, het Kennisinstituut Christelijk GGZ, staan ook veel verwijzingen. Ja, dat is van de hoop, hè? Ja, het KICG. Ja, samenwerkingsverband, een kennisinstituut. Mm-hmm. Ja, en bel ook gewoon, hè, als je vragen hebt of wil overleggen. Dat is geen probleem. Soms zijn we druk, maar dan bellen we terug. Je mag help altijd bellen voor advies, bedoel je? Ja. We hebben natuurlijk niet overal antwoord op, maar samen meedenken is gewoon prettig. Ja. Hè? En dat is ook een van echt van de doelen van de hoop, om daar juist die kerk te ondersteunen op dit gebied waar wij expertise in hebben mogen opbouwen. Ja. Nou, goed. Goed idee om er meer over te lezen, want in dit boek kun je dus nog veel meer vinden van wat jullie ook verteld hebben. Ja. Extra informatie. Ja. Klopt. Nou, dankjewel. Dan zijn we al bijna aan de afronding gekomen. Heel veel vragen hebben we al beantwoord. Stel nou dat je nog een prangende vraag hebt, mag je hem altijd op de mail zetten. Ook hebben we dan vanavond misschien niet kunnen behandelen. Dan kunnen we altijd op een later moment erop terugkomen. Dus schroom niet om al je vragen te blijven stellen. Dit was de eerste keer dat we het op deze manier gedaan hebben deze avond. En wij vonden het ontzettend leuk. We zijn heel erg benieuwd hoe jullie dit vonden. Dat horen we ook graag van jullie terug. Als je tips hebt of feedback, laat het ons maar weten. Morgen krijgen jullie allemaal een mail met daarin ook een linkje naar een vragenlijst. Zodat jullie ons ook even kunnen laten weten hoe jullie het vonden vanavond. Daar zijn we heel erg benieuwd naar. Nou, Carla, ontzettend bedankt. En Arjen, jij ook voor alles wat jullie ons verteld hebben. Ik vond het heel erg leerzaam. Ik ben zelf ook pastoraal medewerker in mijn kerkelijke gemeente. En ik heb er echt enorm veel aan gehad. En ik hoop alle kijkers thuis ook. Mochten jullie nog meer willen weten dan vanavond is verteld, vergeet dan vooral ook niet om op onze websites te kijken. Op www.dehoop.org vind je allerlei informatie. En ook op vriendenvandehoop.nl kun je ook van alles vinden. Ik weet niet of jullie nog een toegift hebben als laatste.
nog iets willen zeggen? Ja, er zijn vragen overgebleven. Ja. Het is nooit tijd genoeg. En ik kan me voorstellen, als je vraag niet beantwoord is, dat je mailt en dan komt hij al bij ons terecht. En dan krijg je ook antwoord om proberen alsnog te beantwoorden. Ja. En ja, Gods Koninkrijk is zo groot, hè? Dus zo ruim eigenlijk voor zowel professionals, pastoraal werkers, om te kunnen werken naar herstel. Dus vind elkaar ook hierin. We hebben elkaar echt nodig in deze gebroken wereld om dit stuk te kunnen beantwoorden. Dus graag. Ja. Ja. Dankjewel voor je aanvulling. Ja. Zo kunnen we elkaar scherp houden en samen er zijn voor mensen die hulp nodig hebben. Ik wil jullie allemaal heel erg hartelijk bedanken voor het kijken. Ontzettend fijn dat jullie zo met ons verbonden waren vanavond. En we gaan deze uitzending afsluiten met het lied Dankbaar. Dat is een lied wat een van onze collega's ook gezongen heeft. Jacqueline Wilschut, zij werkt bij De Hoop. En het is een heel mooi lied wat echt heel erg past bij De Hoop. En wat we hier doen en hoe dankbaar we zijn dat we mensen kunnen helpen. Ontzettend bedankt voor het kijken en graag tot ziens. Dag! Sprak tot mij.